Dit is een dodecaëder, een 12-vlak. En deze heb ik gevouwen van papier. Vandaag leer ik je hoe jij zelf zo'n dodecaëder kan maken. Om zelf een dodecaëder te vouwen, heb je 30 vierkante papiertjes nodig. Dat kunnen gekleurde papiertjes zijn. Dit is bijvoorbeeld een gekleurd A4 papiertje wat ik zelf tot een vierkantje heb geknipt. Kunnen vouwblaadjes zijn. Eigenlijk al het papier is goed. We beginnen met het blaadje dubbel te vouwen. Dit doe je zodat de vouw naar je toe wijst. Vervolgens pakken we de bovenste flap en vouwen we terug naar je toe. Dan draaien we het papiertje om en doen we het nog een keer. Nu pak je de rechterbovenflap en daar vouw je een hoek van. Nu draai je het blaadje om en herhaal je deze stap nog een keer. Voor de laatste vouw willen we een vouw die van dit punt naar dit punt loopt. Dit doen we op de volgende manier. Zo, eentje af, nog 29 te gaan. Als je 30 papiertjes gevouwen hebt tot de juiste vormen, dan kunnen we beginnen met het in elkaar zetten. Het in elkaar zetten gaat als volgt. Onthoud dat er in ieder hoekpunt 3 papiertjes samenkomen. Je wilt dat de 3 papiertjes elkaar op deze manier overlappen. Dus dat het omgevouwen driehoekje precies in de lange vouw ligt. Maar als je het zo zou doen, dan zou het zo uit elkaar vallen. Je wilt de papiertjes laten overlappen. Dit kan door de 3 hoekjes in de gleuven te steken. Dus als volgt. We nemen de gleuf, die vouwen we een stukje open. Het driehoekje schuiven we daarin. Nu heb je je eerste connectie gemaakt. Nu kun je je derde papiertje pakken en deze in de flap steken. Als je nu het rode driehoekje weer in de groene flap stopt en het een beetje ombuigt, dan krijg je je eerste hoekpunt van je dodecaëder. Je ziet dat het een klein beetje omhoog staat. Als ik het op tafel neerzet, krijg je ook een soort van piramidetje. Als je op deze manier doorgaat, heb je in no time je dodecaëder in elkaar. Oké, ik ben nu al een eindje op weg met mijn dodecaëder. En ik heb een tip. Want de stevigheid van je bouwwerk komt pas als je 3 papiertjes in één hoekpunt samen laat komen. Zorg er dus voor dat je niet te veel hoekpunten met maar 1 of 2 papiertjes hebt. Want dan wordt je constructie een stuk zwakker. Oké, aangekomen bij het laatste stukje. Dat is altijd een beetje lastig, want nu ben je een beetje bang dat als je te hard duwt of trekt aan het papier dat hij uit elkaar valt. Maar
Het is een zeer stevige vorm en dat valt reuze mee. En met het laatste stukje papier op zijn plek heb je je eigen dodecaëde gevouwen. En is hij nog best stevig. En hij ziet er best leuk uit. Dus waarom noemen we het niet gewoon een dooddecoratie? En voordat je het weet ben je uren aan het vouwen en heb je een hele mooie collectie met supermooie dodecaëders. Ik hoop dat je er veel plezier hebt gehad in het maken van je eigen dodecaëder. En ik zeg graag tot de volgende keer.